Ja, eindelijk kan je wel zeggen, inderdaad. Ja. Een degelijke, solide 3-0 overwinning. Voelt goed. Voelt het ook als een enorme opluchting? Deze wedstrijden horen we gewoon te winnen. Ja. Voorgaande wedstrijden horen we ook gewoon te winnen. Dus ja, opluchting niet zozeer. Als je bij AZ speelt, dan moet je deze wedstrijden gewoon winnen. Nu doen we dat. Hè. Ja. Maar er is natuurlijk veel over gesproken over die afgelopen 5 gelijke spelen. En dat komt natuurlijk ook op jullie aan natuurlijk. Ja, tuurlijk, zeker. Ja. Maar dat is ook helemaal niet vreemd natuurlijk. Hè. Als AZ zijn en je speelt zulke wedstrijden, dan mag je ervan uitgaan dat je die gewoon wint. Mm-hmm. Zeker als je de Europa League wedstrijden door de week gewoon echt goed speelt. Ja. En die wedstrijden wint en dan in het weekend gelijk speelt. Ja, dat kan eigenlijk niet. Dat gaat niet goed. Dus ik ben zeker blij met deze overwinning. Het schoot heel eventjes door mijn hoofd toen we die penalty misten. Ja. Toen dacht ik van, het zal toch niet. Hè? Het zal toch niet. Maar gelukkig bleven we echt goed knokken met z'n allen. En bleven we goed bij elkaar. En hebben we dit gewoon met mooie 3-0 overstreep getrokken. Ja, je noemt een aantal punten wat goed ging qua knokken en dergelijke. Maar wat was nou het verschil met de voorgaande wedstrijden toen het wel uiteindelijk nog gelijkspel werd? Ten eerste, we stonden weer met 11 man. Dus dat scheelt al een hele hoop bij ons nu tegenwoordig. Mm-hmm. Voorgaande wedstrijden, op een of andere manier, tweede helft, liep het niet meer erg. We gingen ook altijd steeds meer achteruit lopen. Gaven grote kansen weg. Hier en daar ging het natuurlijk in de keuzes bij jongens of bij mezelf ging het natuurlijk niet helemaal 100%, niet helemaal goed. Goed, dat hebben we vandaag weer mooi op een rijtje kunnen zetten in de competitie. Kunnen winnen eindelijk. Kunnen winnen en de nul. En de nul. Dat is voor jou heel lekker. Ja, dat is zeker lekker, maar nu waren de 3 punten belangrijker dan de nul houden. Ja. Zeker. Ja, hoe gaat het verder met jezelf? Want je hebt ook wel eens betere periodes gekend. Ik moet zeggen, kijk, het is natuurlijk een hele rare periode. Mm-hmm. Ik weet wel wat ik mis, zeg maar. Een heel groot deel komt er gewoon bij dat er gewoon geen sfeer meer. Er is geen interactie met het publiek. Mm-hmm. Er is geen extra. Is dat een groot verschil voor jou? Om goed te kunnen presteren? Ja, zeker. Ik vind het publiek hier afgelopen jaren was natuurlijk fantastisch. De wisselwerking die we hadden. Mm-hmm. De inzet die zij toonde en hoe dat overkwam op, als ik over mezelf praat, op mij. Dat was gewoon een heerlijk gevoel. En ja, dat gaf je extra boost en dat gaf je extra energie. Dus het is echt een hele rare, lastige omschakeling om dat nu opeens zonder te doen. Ja. Kijk, niet denigrerend of iets te zeggen, maar het lijken net oefenwedstrijden, zeg maar. Ja. Omdat er dan ook, hoegenaamd, niet veel mensen langs de lijn staan. En, ik hoor mij nu zelf harder schreeuwen waar ik ook luister of kijk dan de mensen in het stadion natuurlijk. Ja. Dus het is gewoon echt heel raar en het is doodzonde dat we zonder publiek kunnen spelen. Dat mis ik echt. Ja, dus die boost die mis je enorm. Zeker. Maar vorig jaar was natuurlijk allemaal fantastisch. Jullie als AZ, maar ook zeker voor jou als keeper. Het ene compliment naar het andere compliment. Wat heeft dat met jou gedaan dat nu minder ging? Het is heel moeilijk om als je eenmaal iets hebt bereikt om daar natuurlijk te blijven. Hè? Ja. Dat is het moeilijkste wat er is. Een seizoen gaat altijd met wat pieken en dalen. Dat zeg ik. Het was gewoon heel lastig om zeker in de beginsituatie, je focus, je energie, je concentratie. Alles eigenlijk wat bij een wedstrijd hoort, te moeten missen. En dat is echt een hele omschakeling. Dat moet je echt in je hoofd goed processen om dat op een rij te krijgen. En om dat ontbrekende factor weer ergens anders uit te gaan halen. Om wel die boost te voelen en alles eigenlijk weer erbij te krijgen. Dus daar ga je mee aan de slag. Hè? Daar ga je dingen voor verzinnen. Je gaat kijken, je gaat uitproberen wat werkt wel, wat werkt niet. Zoals dan? Je voorbereiding zeg maar, naar de wedstrijd toe, hoe beleef je dat, wat doe je vooraf, muziek, je probeert eigenlijk van alles om echt in die goede sfeer te komen. Wat ik voorheen vanaf de tribune kreeg, dat moet ik nu eigenlijk uit mezelf halen. Dat heeft tijd nodig en dat is gewoon een omschakeling, omdat niemand is dat gewend. Niemand kent deze situatie vooraf. Dus, nee. Weer een leerzame periode. Neem je allemaal mee. Neem je allemaal mee. Niet van de weg is vandaag weer omhoog ingezet.
Nou, ik denk afgelopen week al natuurlijk. Ja. Hè, twee keer in de Europa League gewonnen, gewoon uitstekend gespeeld. En voorgaande keren. Ja, kijk, het is heel belangrijk voor als keeper zijn dat je de juiste keuzes maakt. En daar kijken de mensen om me heen ook naar van hey, wat doe je? Wat doe je niet? Welke keuze maak je? En als die goed zijn, dan in principe speel je gewoon een degelijke of prima wedstrijd altijd. En nou ja, ik denk dat ik die focus zeg maar, heb om daar ook goed mee bezig te zijn. En dat is belangrijk. En ik denk dat dat gewoon gelukt is.